Ja, wat we zelf al zeggen, het is gewoon een levenswerk. We zijn hier vanaf 1982 bezig. En we zijn ongeveer 13 jaar bezig geweest met het maken van nieuwe plannen. Dus als je 13 jaar doet over nieuwe plannen, ja, dan worden het wel natuurlijk hele mooie plannen. Aan de rechtse kant zien we de luifel van het nieuwe entree van de fitness. Nou, dat betekent dat we die luifels overal helemaal rondtrekken. Alle witte punten gaan eraf, de schuine kappen gaan eraf. Het wordt veel moderner, veel strakker. Vandaag in alle opzichten een hoogtepunt. Hoogste punt bereikt van de Valk, maar ook het hoogste punt van Tiel bereikt. Want hiermee is de Maartenstoren qua hoogte overtroffen. Zelfs Den Haag kwam kijken naar de stand van zaken bij de bouw. De nieuwe hoteltoren bevat een casino, restaurants en kamers, maar ook een skybar. Als ik een tipje van de sluier mag geven, er komen spectaculaire dingen uit het plafond. En natuurlijk veel licht, zodat iedereen van buitenaf kan zien dat hier een feest is. De afgelopen maanden werd er hard gebouwd. En het resultaat mag er zijn. Een samenwerking tussen Van der Valk en Dura Vermeer. Wij zitten in de afrondende fase. We maken de laatste dingen aan de gevel en de ruwbouw gereed. En Van der Valk zelf is volop bezig in zijn afbouwfase. En er is plaats voor een gloednieuw 5-sterren casino. Je waant je in Las Vegas. Tijd voor de overtreffende stap. En dat is meer dan gelukt. Ik wilde gewoon van scratch af aan totaal iets nieuws neerzetten. En behalve het casino huisvest het nieuwe hotel ook een car wash met de nieuwste apparatuur. Een compleet concept. Hotel, casino, car wash, restaurants, skybar en nog veel meer. En het bewijst dat de familie Van der Valk opnieuw alle schouders eronder heeft gezet om het meest toonaangevende hotel neer te zetten dat Nederland rijk is. Het nieuwe Van der Valk Hotel Tiel. En nu gaat het richting de opening. En dat zie je in de volgende aflevering van Op de Hoogte.